Hey, hallo hallo, welkom terug in mijn kantoor. We gaan vandaag weer iets creatiefs doen in mijn kantoor. En dat is al een hele tijd geleden dat we dat deden. Ik had daar een heel mooi hoekje voor gemaakt in mijn kantoor. En het is een beetje een rommeltje, maar we gaan hier lekker toch zitten. Ik ga namelijk iets uitproberen en het leek me wel heel leuk om dat samen met jullie te doen. Ik weet nog niet precies waarvoor ik het ga doen en waar ik het voor ga gebruiken of dat ik het alleen zo ga uitproberen. Maar ik ga iets doen met onderzetters en dit kun je ook een beetje gebruiken als prikbord, heb ik begrepen. Daarvan ga ik dus een prikbordje maken met dit draad, zodat je hem kan ophangen. En bij een prikbord horen natuurlijk punaises. En ik heb hier een bakje met heel veel punaises van de V&D nog. En als laatste eigenlijk waar het om draait. Knoopjes. Ik denk dat het een hele leuke combinatie is. Maar we gaan het gewoon proberen. En het leek me dus leuk om dat samen met jullie te doen. Vandaar gaan we dat samen doen. Leuk hè? Ik hoop het wel. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik ben heel benieuwd. Dus als je ook benieuwd bent, blijf zeker kijken. We gaan nu beginnen. Oh, je hebt trouwens ook een lijmpistool nodig. Maar dan gaan we nu echt beginnen. Nou, zoals je ziet is het hier een gezellig rommeltje. Het valt nog voor het grootste deel buiten beeld, gelukkig. Maar ik heb hier mijn lijmpistool staan. Eetstokjes, want het lijmpistool druipt nogal. En ik ga beginnen met knoopjes uitzoeken en kijken of ik daar een punaise op kan plakken. Niet te grote knoopjes. Zo, ik heb hier nu een aantal knoopjes liggen. Mijn lijmpistool begint heet te worden. Top. En eens kijken hoe we dat het beste kunnen gaan doen. Ik leg de knoopjes met de goede kant naar beneden. Ja. Dan doe ik er wat lijm op. Kijken of dit al werkt. En dan de punaise erop. Nou, deze is wel heel scheef, maar Oké, volgende. Lijm moet altijd eerst even... Oh, shit. Er ligt iets in de weg. Ik zei al, het is hier een rommeltje. Even opruimen. Ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was, maar ik doe de volgende nu. Die is wat klein. Die ook te klein. Zie je, ze moet ook niet te klein zijn. Dat kan ook niet. Ze moet wat groter juist. Oké, ik heb nu een aantal punaises gemaakt. Mijn lijmpistool blijft mij druipen, maar ik ga nu even deze proberen om te toveren tot een prikbordje. Zo, ik heb nu het touwtje en ik ga hier dus een prikbordje van proberen te maken. Even proberen. Hier een drupje of zo. Nog een drupje eroverheen. Dan moet het gewoon goed vastzitten. En dan hier of zo. Probeer maar wat. Die moet even drogen. Maak die andere twee ook meteen.
zo. Ik heb altijd de nesjes een beetje geprobeerd alle lijmdraadjes en zo eraf te halen. En nu moet ik nog even deze draadjes afknippen. Ik hoop dat ze allemaal goed vastzitten. Maar dat gaan we straks zien. Nou heb ik in mijn huis niet zoveel plekken waar ik iets kan ophangen. Maar ik heb wel een plekje. Dat we even kunnen kijken hoe het zal staan. Dus dat ga ik nu even doen. Dus dat was de video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat zeker in de reacties weten wat jij ervan vond. En ja, hopelijk zie ik je dan weer bij de volgende video. Als je op de hoogte wil blijven van mijn video's, dan kun je abonneren op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je gratis op de hoogte. Heel handig. Nou ja, ik vind het heel handig. Ik volg heel veel leuke YouTubers. Blijf ik zo goed op de hoogte. En ik hoop dat je ook op de hoogte wil blijven van mijn video's. Ja. Verder wou ik nog zeggen, doei. Bedankt voor het kijken.